Ja, er is weer heel wat veranderd ten opzichte van de laatste vlog. Ik heb weer niet stilgezeten. Voornamelijk aan de binnenkant is er een heel groot verschil te zien. En wat, dat laat ik je nu zien. Voilà! Nou, ik vind het dus echt super gaaf geworden, dit steense behangetje. Geklaard. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Gisteren ben ik wel een middagje mee bezig geweest, terwijl de haan er doorheen zit te kraaien. Maar dat maakt niet uit, want het is een landelijk gebied. Dat hoort er allemaal bij. Ook de kastjes hierboven, die zijn klaar. Allemaal custom made. En het ziet er leuk uit, zo dat wit. Met dat, dat stenen behangetje, vinylbehang. Dus deze hoek begint er aardig op te lijken. Kijk, het keukenblokje begint ook ergens op te lijken. Deze vette leren handgreepjes heb ik erop gemaakt. En dat werkt prima. Koelkast had een heel lelijk ouderwets paneel. En we hadden nog iets over van de achterkant van de koelkast, wat we niet gebruikten. Een soort beschermplaat. En die hebben we dus nu gebruikt om hier het frontje van de koelkast van te maken, zodat het meer één geheel is. Nou, gaan we verder met dit kastje. Hier zit dus de waterbehoefte in. Het schone water, het vuile water. Maar daar hebben we iets op verzonnen, want via die deur erachter kunnen we daar nu heel makkelijk bij, omdat we daar een luikje in gemaakt hebben. Dat laat ik even zien. Hier zie je het keukenblokje aan de achterkant. We hebben hier een deurtje gemaakt, zodat de toegang tot het vuile en het schoonwater makkelijk gemaakt kan worden. Kijk, die haal je zo uit en dan loop je naar een kraan toe en dan ga je dus je schone water halen of je vuile water afvoeren. Dus dat gaat veel makkelijker dan als je dat via binnen doet. Nou, water zit weer op zijn plek. En als er iets met de koelkast is, dan kan ik er ook makkelijk bij, want het is nog toegankelijk. Nou, poppetje gezien, kastje weer dicht. Ja, en het kraantje is inmiddels gemonteerd. Kijk, bam. Doet zijn werk. Ja hoor, prima. En oh ja, dit kozijntje, dat heb ik zelf bedacht. Vond ik eigenlijk wel leuk. Je krijgt een beetje een soort chalet gevoel. En het bestaande schuifraampje kan nog open. Drie loempia's. En weer dicht. Ja, weet je, het is allemaal niet nieuw, dus het gaat af en toe een beetje stroef. Maar het idee is er en ik ben er eigenlijk super tevreden mee. Ja, je denkt, waar loopt hij nu? Op de sloperij? Nee, dit is gewoon in de achtertuin. En daar hebben we wat reserveonderdelen liggen. Dit is de achteras die onder de bus zat toen ik hem kocht, onder de brandweerwagen. Dat was een achteras met een hele korte overbrenging. Wat ervoor zorgde dat hij heel veel toeren maakte, heel veel brandstof verbruikte en heel veel herrie maakte vooral. Ja, en als je dan eenmaal op snelheid bent, hè, je hebt dat moment bereikt, nou, dan produceert hij een geluid waar een gemiddelde straaljager nog jaloers van wordt. Nou, dat wilde ik anders hebben, dus ik ben via de Dubbel Luchtclub. Ja, je hoort het goed, de Dubbel Luchtclub. Dat is een club met allemaal mensen die houden van oude Mercedes-bussen met dubbele banden achter. Dus 2x2 banden achter. En op die manier kom je aan heel veel leuke onderdelen. En als je een vraag hebt, kan je hem daar stellen. Zo ook over deze achteras. En iemand zegt van, je moet de achteras nemen van een Mercedes L508. Dus dat is de dieselversie van de bus die ik heb. Ik heb dus een benzineauto. En deze achteras zorgt ervoor dat hij minder toeren loopt, minder herrie maakt en dat de vierde versnelling van de bus een soort van overdrive is. Zodat hij ook nog eens een keer in de hoogste versnelling wat rustiger loopt en uiteindelijk ook iets harder gaat. Ja, en dat klusje dat ging niet vanzelf. Alles zat vastgeroest, want die achteras die komt van een oude ambulance af. En die as die heeft heel lang ergens buiten gelegen. En gisteravond heb ik samen met Thijs, monteur Thijs, echt een goeroe op het gebied van autotechniek. En houdt nog van de echte ouderwetse manier van auto's repareren en sleutelen. Maar het is gelukt dankzij de hulp van Thijs. Ja, kom maar. Iets naar links.
is nu het idee? Banden... Ja, dan gaan we opkrikken. En dan gaan de banden eraf, maar je moet ze per stuk eraf tillen. Ja, dat is dubbel lucht, hè? Een dubbel lucht! Ja, toen was ze dubbel lucht in één keer enkel lucht. Het ziet er eigenlijk heel raar uit. Straks steek je door en steek je hem zo dood met die schroevendraaier. Schroevendraaiermoord in de garage. Hij begint gewoon te luisteren. Ja, dus. Hij is wel heel ongehoorzaam dan. Wow. Pak jij die zomaar. Oh, nou, wat zo, hoe? Nee. Waar moet ik hem leggen? Pas op voor je voet. Oh, zo, hallo. Alle onderdeeltjes die we konden gebruiken van mijn eigen achteras, die hebben we gebruikt. Omdat het er veel beter uitzag dan diegene die ik gekocht heb. Nou, het is een soort van donor achteras geworden. En dit is alles wat we niet meer kunnen gebruiken. Dus dit gaat lekker naar het oud ijzer toe. Ja, wat ook wel lekker is, is dat de zon een keer schijnt. De afgelopen dagen alleen maar in de zeikende regen gestaan. Gelukkig kon ik 3:30 droog staan onder het afdakje van de carport. Maar dit is wel even lekker hoor, zo. Zo, nou, ik ga weer als de brandweer door met klussen, want er is nog genoeg te doen. Plafonnetjes moeten er nog in, de vinylvloer moet nog gelegd worden. Maar niet te vergeten de buitenkant, want er moet ook nog geschilderd worden aan de buitenkant. Dat gaat heel veel werk worden, maar zorgt ook weer voor een hele grotere verandering aan de bus natuurlijk. Ja, die klus ga ik over een aantal weken doen als het weer iets beter is dan nu. Toevallig schijnt nu de zon, maar de afgelopen dagen was het echt barmboos. Vind je het leuk om mij te volgen tijdens dit bouwproces en mijn eerste reis met deze bus richting Kroatië, Slovenië, wat het plan is? Volg me dan op Facebook, Instagram en YouTube op De Vloggende Bestemming. Ik ga aan de slag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi!